Een goede avond vanuit Suriname. Ik ben nu even bij een gezin. Opleiding. Meneer Vismalen was hier al, maar er is weer hulp gevraagd bij mij. Ik kom net van de ene mevrouw. Mag ik u later een update geven? Alles is goed met haar. Oké. Ik kom nu in een gezin. Dus, waar is jouw kamer dan? Daar, waar is mijn kamer? Ik ben Yusuf, ik ben van Brede, ik ben Abi Brede, de Chinde Inwang, meneer Sofara. Ja? Dag meneer. Fuck, hij ze. Ja, ja, ja. Het gaat niet zo goed, no? Nee, mevrouw. U kan nu lopen? Nee, we hebben verlangd. We hebben verlangd. Halfzijdig verlamd? Ja, en... Ene been, ja. Ja. En eigenlijk moet meneer in een... Ik mag jouw beeld brengen? Liever niet? Oké, sorry, sorry. Ja, oké. Jij bent ook een mevrouw die dit gezien heeft en... Kan het leggen aan? Oh nee, het leg was al aan. Oh my god. Ah, en je zag het op Facebook? Bij meneer Vismalen, toen ben jij gekomen om te helpen. Ja, je kende de mensen helemaal niet. Nee, we zijn hier doodvreemde mensen. Ik mijn complimenten, want zo moeten we voor elkaar zorgen. Je hebt ervoor gezorgd, want de kinderen zaten niet op school, dat ze weer op school gaan. De jongen zelf van 10 jaar. Ja. Was al 2,5 jaar niet naar school geweest. 2,5 jaar was hij afgeschreven van de school. Ja. Ja, en toen heb je alles gedaan. Je bent vandaag ook gaan rijden, overal gaan regelen. En hij is weer ingeschreven. Je was vorige week al mee bezig. Ja, laten we zeggen 2 weken lang, ja. We hebben donatie gezocht. Ik heb een groep kleine ondernemers benaderd. Uh-huh. Ja, dus hebben we goedere dingen en zo. Maar dan, toen we hier aankwamen, wat heel andere situaties. Wat ze genoeg levensmiddelen hebben gehad, maar dan lijkt alsof het niet gewaardeerd wordt. Hier en daar en spullen en zo. Ja, ik denk ook inderdaad dat het te maken heeft met een iets, ja, hoe zeg je dat? Zwak begaafd, dus dan kun je bijna niemand kwalijk nemen, als ik het zo zie. Maar bij mij gaat het meer om de kinderen. Om de kinderen. Ze niet veilig zijn. Nee. Moeder Loek gaat elke keer ook weg en dan laten ze de kinderen alleen. Voor zieke paarden. Oké, dus afvrouw vier ik weer voeren, no? Ja, ik vond het wel van jou, toch? Dat is wel wie ik wel. Maar wie kijk ik weer? Dat mag voor mij, dat was ze zelf. Dat is weer ook wel. Heb je afwantraman? Ja, prima. Ik zeg dat heel goed. Ja, ik zeg mooi dat je hier in de we gaan ook al weer als je het zegt, maar op mijn bedrijf. Ik heb een taboe, ik heb een deur aan voor die tijd. Hoe zit het voor je ogen? Wees dat als man is er. Hij ziet op die. Zo kom maar aan, kook er altijd aan met zo. Het werd als twee paar sigaret. Wees dat met het zo. Altijd is er met zo voor. Moet dit. Nu is dit dan. Niet lopen we daar zitten twee weken, niet voor gaten binnen. Als ik nu nog niet zie, zeg ze weer. Dan hebben we het niet laten gaan, dan gaan we naar die, dan gaan we naar de auto. Als ik dat zeg, dan zeg ik dat. Oké. Maar zo maar een leuke depping. Maar dat is niet, maar waka. Ja, maar. Maar je wilt zo, je wilt gewoon een pere, een presie, pere kassor voor jou. Ja, dat is dat je wanneer? En jij zegt ook, deze meneer zou moeten worden opgenomen ergens, hè? Ja, zo en de kinderen zouden uit huis geplaatst moeten worden. Ja, dus die kinderen en die man zelf, de dag desnoods. Ook al ga je die man eerst opnemen, wie gaat naar de kinderen kijken? Ook die kinderen eerst, wie gaat naar die man kijken? Want die jongen van 10 jaar baat die vader, hij let op die vader. Maar wat is dit hier? Een washandje, no? Ja, waarschijnlijk wordt hij daar niet gebaard. Heb je maar een wasje? Ja. Heb je maar voor 10? Ja, en die vrouw en die vrouw raak hem niet eens aan. Ik heb een jaar, elke maand aan. Hoe heet die? Wat zei u? Hoe heet die kleine? Ans! Ansja! Misschien inderdaad genoeg levensmiddelen, maar dit is geen ideale situatie. Nee. En die kijkt u. Vandaar dat ik elke keer blijf praten over crisisopvang. Had ik deze twee kinderen gelijk meegenomen en kunnen plaatsen. Maar de spullen worden, en we hadden hier vorige keer opgeruimd. Hier was netjes en ja, dat is weer. Dingen kwam die mevrouw roepje. Is dit je schoolbroek, Antje? Maar waarom gooi je het hier?
Dat was broek, wat ik van je. Nee, maar dit is onze kinderen, jongens. Ja, ik zie aardappelen, ik zie genoeg uien, ik zie genoeg knoflook, ik zie dit blikgroente, sorry Karin. Maar jij baat papa? Ja, tante. En hoe lang doe je dat al? Hoeveel jaren? Al pas? Hij is pas 3 of 4 maanden ziek, baat je papa. En je bent 2 jaar niet naar school geweest, waarom? Je was ogri. Je moet eerlijk zijn. Je bent ook niet op score, toch? Je was stout. Ja, ik was stout geweest. Hè. Ik was stout geweest. Hè. Wat heb je gedaan? Je doet ook niet. Oké, maar nu ga je weer naar school vanaf maandag. Je bent erg blij. Ik zag je. Je zegt, ik ga maandag naar school. Heel blij. Ga je goed je best doen? Je gaat niet meer vervelend doen, hè? Kinderen slaan, niet luisteren naar de juf. Want dan gaan ze je weer wegsturen. En je zusje zit ook op school? Hij zit in mijn klas. Oké, welke klas zitten jullie? Ja. En je moet weer gaan lezen en zo, hè? Ja. Moet wat boekjes voor je brengen. En waar baat je? Laat me zien. Badkamer. Is dit jullie toilet? Ja, tante. Daar ga je op poepen? Ja, tante. Oh my god. Nou, dit is niet netjes, man. Ik moet gewoon zo hebben. Oké. Zou je in een internaat willen gaan wonen? Tante? Zou je in een internaat willen wonen? Met andere kinderen? Ja, tante. Is het hier leuk wonen? Is mama thuis? Is mama veel weg? Tante. Ik ben trouwens van mijn kinderen. Wat heeft mama je die ene avond gedaan? Toen je mijn huwelijk hebt gedaan? Ik was geslagen. Waarom is hij geslagen? Waarom is hij geslagen? Hanger. Met een hanger. Hamer. Een hamer? Waar is die hamer? Het is in de la. En waarom is hij met die hamer geslagen? Wat heb je gedaan? Niks tante. Die druk is niet allemaal. En waar is je broer van 17? Hij is gaan werken. Dus jij is er... Op hem kunnen we niet werken. Ja, maar hij doet niet dat hij werkt. Hij wil werken, prima. Hij wil ook gevraagd of hij een handje zou kunnen helpen, maar hij doet dat helemaal niet. Tante, ik ben zo gesweet. Dat is twee. Ik weet niet hoe ik ga me. Dit is gewoon vreselijk. Ik kan niet anders zeggen. Dit is gewoon onmenselijk. Er moet acuut worden opgetreden. Ook dit zou niet kunnen. Kijk hoeveel reizen en zo allemaal gehad hebben. Maar dat lost het probleem niet op. Het probleem is niet eten. Het probleem is hygiëne. Kijk u hier. Ja? Daar. Dat kan niet voor deze 2 kleine kinderen. Die vader die ziek ligt, halfzijdig verlamd. Een bedvrouw die iedere keer weggaat. Oh, mensen, kinderen. In godsnaam moet je hiermee. Deze kinderen moeten uit huis geplaatst worden, acuut. Het zou gewoon een acute uithuisplaatsing moeten zijn. Als wij goed functionerende systemen hadden en instellingen hadden, die we dus niet hebben. En dan ga ik weg, hè. Dan, weet je, dan, enig idee wat het allemaal met mij doet. Ik ga weg zometeen. Ik weet dat deze 2 kinderen hier zitten. Heeft u het toilet gezien? Heeft u de badkamer gezien? Ik zie die moeder. Ik heb hem even gezien. En ik kan al zeggen dat het niet helemaal in orde. Maar, en de omgeving ook. Over een rommel. Dus, ik ben geweldig dat deze mevrouw me gebeld heeft. Het is leiding 7B. Mensen, weet je hoe ver het is voor mij voor rijden. Maar dat ik weg ben gegaan bij die mevrouw. Mireko Tenajazo. Tenajazo. Dat is... Als je kinderen worden... is abuse, is dat eigenlijk. Worden dus niet in staat. En het zijn deze mensen die alles geregeld hebben. Zodat hij naar school kan gaan. Ik kwam aangelopen en hij zei, tante... Ik kende me niet. Ik mag maandag naar school. Heel hartstikke blij. Maar dit zijn soms de momenten hoor, waar ik echt denk van, mijn god, hoe kom ik in een huilen ook om zulke situaties. En dan hoor je figuren praten op een podium. Je hoort figuren praten in het parlement. En dit zijn de zaken waar ons nooit over hebben druk gemaakt. Waar er niets voor geregeld is. Niet nu alleen, niet deze regering alleen. Hè? Laten we niet pist worden. Ik kom het alleen vertellen, Stjan. Dit is om een jari geëne gedaan.
allemaal inhouden, maar mens. Je bent zo blij, hè? Ja, tante. Want je gaat naar school. Ja, tante. Heb je gegeten vandaag? Ja, tante. Wat heb je gegeten? Sardine. Met rijst? Ja, tante. Alleen sardine met rijst? Ja, tante. En brood. Heb je gekocht? Mama. Oh, mama heeft hier bruine bonen. Waarom heeft mama geen bruine bonen gekocht? Dit is in een intriest. In een intriest. Nu moet ik gaan bellen nu. Waar kunnen deze kinderen geplaatst worden? Dit is een gesprek. Kijkt u hier. Kijkt u hier een toilet waar jonge kinderen elke dag op moeten. Kijkt u dit hier. En ik doe dit niet om sensatie. Ik doe dit niet voor Potsma Beren naar Doren. Maar dit zijn minderjarige kinderen die in deze omstandigheden leven. Meneer Vismalen is al geweest. Ik weet niet of hij al iets bereikt heeft. Ik denk het niet. Wat zei je, Jan, die? Ja, die is zo breed, Jan. Zo zo breed, hè? Ja, maar ja, dat is het. Dat perepje is Ribi. Aboy is Ribi, zei je? Aboy is Ribi. En PAA vrouw is Ribi? Dus wij hebben die vrouw ook gemeld dat we die kinderen komen. Dus wij hadden ook dat ze thuis zou blijven. Ik heb die kinderen 8:30 s'avonds teruggebracht. Die vrouw is niet thuis. Dus die man was de hele middag tot in 8:30 alleen. Dus ik weet ook niet hoe laat ze die avond terug is gekomen. Amma weer aan de vrouw is er aan. En waarom doet u dit? Ik weet het wel waarom, maar ik wil dat u het vertelt. Ik heb het zwarte hiervoor, omdat ik mezelf en mijn opa ook niet meer heb. En voor mij gaat het meer om de kinderen. Ja, je hebt zelf ook kinderen? Ja, ik heb zelf 4 kinderen. En weet je, in het leven weet je maar nooit waar je later exactly, gaat staan. Exactly. Ja. Dus ik help waar ik kan helpen. Ik vind het geweldig, mijn complimenten. En je hebt me bereikt vorige week. Je bent blijven zeggen, mevrouw Botsen, ik wilde al gisteren of zo komen zeggen, die kunnen liever vrijdag doen, want jij moet helemaal op Lelydorp. Lelydorp, ja. Kun je nagaan, mensen, deze, ja. Ik vond het al ver van mij komen hier naar. Jij komt uit Lelydorp. Ja. Mijn complimenten, dus wanneer mensen mij altijd complimenteren, ik doe een buiging voor jou. Absoluut, absoluut. Het is geweldig met je man. Ik moet het in naar Lelydorp. Ik regel alles aan die Jaapting. Samen met ons wagen. Die dag dingen, ik werk ook helemaal op ringweg. Dus dat lukte me niet om die kinderen te halen. Ik moest zwaar zeggen, ga jij die kinderen voor me halen? Dan gaan we ontmoeten op dorp, dan zullen we alles regelen op dorp. Ja. Dus vandaag zijn we gisteren hebben we gebeld dat we op school moesten zijn vanmorgen, hè? Voor die jongen. We zijn geweest en ik heb particulier bus geregeld voor dat meisje, voor de dagen totdat ze hun buskaartjes kregen. Dus dan ben ik zo net, een meneer zei van ga maandag, want ik denk niet dat ze je gaan helpen, want het is al laat. Ik weet niet als dit Gods werk is. Absoluut. Maar ik ben daar, als je ziet, mensen, er waren misschien 200 zoveel mensen buiten. Wauw. En ik zei van kijk, het is voor 2 kleine kinderen en zo die ik graag wilde helpen. Hij heeft me gelijk naar boven gestuurd en voordat ik heb elkaar niet eens binnen een kwartier gehad. En dat is welke kaart is dat? Want ik heb daar die buskaarten, die land, die buskaarten. Oh, dan waar moeten ze staan? Op de hoek moeten ze staan? Ze worden thuis hier opgehaald. Oh. Dus ja, dus maandag moet ik alleen nog buskaarten voor ze kopen, dan is het geregeld. Geweldig. En dat wordt door de overheid betaald? Nee. Dus hoeveel kost dat? Als ik verdien voor een per jaar, is het 100 SRD. Oh, dat valt per dan mee, kind. Hè? Ja. Oké, okay, dus dat valt mee. Oké, okay, wat is er nu nodig? Uithuisplaatsing van vader, zowel de 2 kinderen. Ik zou geen donatie vragen aan goederen of wat dan ook. Ook al willen we dat huis gaan renoveren. Nee. Is dan ook geen oplossing. Nee, is geen oplossing. Want moeder is niet in staat. Want zij hebben zorg nodig. Die vader, zowel die kinderen. Ja, want moeder is niet in staat. Ook al ga je die vader weghalen. En die jongen, ik zie het bij die jongen eerder dat hij begeleiding nodig heeft. Ik zie het ook. Hij vertoont ook een soort van wangedrag. Ja, absoluut. Ja. Ik zie het ook. Ja. En dat meisje is wel een beetje bescheiden, ze klapt wel dicht.
Maar het is natuurlijk voor geen enkel kind, hè, want hij is 10 jaar, om zo te leven. Je gaat ook een overlevingsmechanisme krijgen. Je gaat agressief worden, vervelend worden, druk worden. En dan moet je hem nu uit huis plaatsen voordat het helemaal fout gaat, die situatie. Dus mijn wens is nu is dat alle drie tegelijk 1 keer uit worden opgenomen. Ja. Ik ga mijn best doen om te bellen hier en daar, om te kijken wat er mogelijk is. Want dit, in elk geval, dit kan gewoon niet. We hadden wel contact gehad met Stichting Sima, maar zij nemen geen mensen onder de 60 jaar. En hij is nog geen 60? Hij is 57. 57 jaar. Ja. Ja, ik heb een paar keer gebeld met Huize Evi, maar er werd niet opgenomen. Huize Evi, Sima, komen wijnen, hè? Ik zou niet weten waar ze zijn. Ja, zijn komen wijnen. Evi en Sima. Zijn helemaal een komen wijnen. Wat ik kan doen is vanavond mijn netwerk gaan proberen te bombarderen. Maar dit is, en anders weet je, dit is gewoon beschamend gewoon en dat dit gebeurt. En nogmaals mijn super complimenten voor jullie. Helemaal uit Lelydorp, alles geregeld, zodat die kleine naar school kan, beide naar school kunnen. Ja. Schoolkleren hebben, alles is geregeld, busvervoer. Complimenten. Dus wanneer mensen mij complimenteren, dan complimenteer Miwang wat je ziet. Die zegt van, Jaja Uma en zij kan Jaja ook toe. Want traf was dit, hoor. We moeten het niet zo blijven doen. Masuko Jeppegi, meneer. Masuko, je moet bel me even smalen, want samen kan ik het ook aan doen. Masuko Jeppegi, meneer. Was ook een paar keer hier gewoon. Wie? Ja, meneer Vesmalen, ja. Maar hij wil deze ook klagen. Maar Sayunja, ze is op reden. Misschien die kinderen hebben rijst met sardinegieten. Kijk hoeveel bruine bonen er staan. Neem ik het net zo goed mee. Net zo goed met tikken mee, met mijn bruine bonen naar Ossene, hoor. Mama heeft zoveel dingen. Wat ga je eten morgen? Heb je vandaag brood gegeten met pindakaas? Met boter. Waarom niet met pindakaas? En die man wil pindakaas niet zijn daar. Waarom niet met pindakaas? Pindakaas? Ik kan je vertellen, mensen, even vandaag even bellen. Oh my god, kijk hier een keuken. Pindakaas? Waarom heb je geen pindakaas gegeten? Waarom heb je brood met boter gegeten dan? Brood met pindakaas met boter. Oh, oké, lekker. Kijk hier is het. Ik laat het zien om, nogmaals niet vanwege sensatie, om te laten zien dat dit echt niet kan, mensen. Dit kan gewoon niet. Kijk hier, oh mijn god. Maar dit is ook betekent dat er niks aan het huis is gedaan ook, hè? Dus ook mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen ding, maar ik denk dat mevrouw ook niet helemaal begreep wat er gebeurt. Wil je nog een brug hebben? Rommel, gevaarlijk ook. Overal zie je van dit soort dingen. Zo mijn auto, ja. Samen zijn allerlei auto's. Zo mijn oude monteur, ja. Oh, uw zoon. Nee, hij had het zo gekocht voor die auto daar. Wat dingen zijn erin doen. Zal hem tje doen nu? Je moet ruim op. Oké. Okay. Mevrouw, u bent de moeder van die kinderen toch? Is het, willen jullie net in een internaat gaan? Maar je moet zorgen ding. Ja. Maar iedereen is boor rij sardine, no? Ja. Maar misschien wel bruine bonen. Zijn niet met bruine bonen die dingen? Ik heb een kip, want als ik die vriezer in de vriezer zet, dan wordt het brood in de vriezer. En nu gaan ze naar school? Mm-hmm. Maar zomaar Eluka, mijn jaren af en toe je gwee ook toe. Ja. Maar zomaar Eluka, denk je, zomaar Eluka, akel, a boy voor 10 jaar was al afpa. Hoe zijn ze? Ik ben oostapa, man? Ik had een uitgehaald toen hij nog goed was. Ik had een vrouw in huis genomen. Mhm. Met mijn kinderen. Hij heeft een vrouw in huis genomen met uw toestemming? Ja, dus wij twee waren akkoord gegaan omdat ze niet onder dak had. Maar niet om met hem iets te hebben? Ik weet niet, want hij was best een vriend van die vriend niet meegekregen. Dat ze bij hem was, twee keer. Dus dan omdat hij boos dat je me kan, dat je niet zorgen morgen? Omdat alles laat hij voor zijn zus. Maar hoe lang ga je dan zijn? En nooit een knappe osso op, mevrouw. Het toilet. Veel goed op het toilet dat die man. Maar dat boont toch. Maar je hebt je gewerkt, heb je je gewerkt?
Ja, bent er vrij. Na pijn go dan. Je in je kona osso. Na pijn go. Lukt na jullie bij nou big big oma like me. Maar we tak ook het toetje nengere to. En if you know mang, ita ki wan libi libi. No as man ook aan te ki kwala. Maar dan omus lukt depe depe chimus go to. Maar dat na a probleem. Depe chino kanta en zo wan osso. A boy voet tienjaren no kan sorgo en egi pato. A boy jongo toen si mevrouw. Is een koos ook aan je pidi depe chino. Want you know ma sorga mang. You know wan sorga mang. Omdat san dip zijn na verleden. Ha. Hé, hey, zet je houwer weg, Gudu. Ik moet een jepje hier aan je akel, maar ik moet een jepje ook toe de ching. Hij gaat een beetje zakken. Ja, bon. Mensen, ik heb bewust de vrouw niet te lang in beeld gehouden, want zoals ik al zei, het gaat bij mij niet om sensatie. Je hebt gehoord wat ze gezegd heeft. En ik zal u eerlijk vertellen, het gaat niet in je koude kleren zitten dit hoor. Maar we hebben er niks aan als ik emotioneel word, we hebben er niks aan. Zij hebben er niks aan als ik eventjes zwakkie zit te doen en zo. We denken er moet een oplossing komen. En ik word er moe van. Van mensen met allerlei mooie praatjes. Hoe ze dingen anders gaan doen. Dit soort zaken die nooit geregeld zijn. Die wet 2014 nog steeds niet. Ik ben blij dat de minister Pané een paar figuren van zich opgesloten, op het horen opgesloten. Maar dit kan echt niet. Hey. Wat is de oplossing? Uithuisplaatsing. Kijk, ik kan me voorstellen dat je pist bent op je man die verdingen heeft gedaan. Maar wanneer iemand verlamd is. Maar goed, I don't judge, you know. I don't judge. Maar de kinderen dan? De kinderen. De kinderen. Wie gaat hem baden? Ik. Ga je hem nu baden? Hij gaat bakken. Ja, maar ja, ja. Hulp moet er komen. Het is vrijdag nu. Ja, wat ga je nu doen het weekend? Wie kan je bereiken? Zaterdag en zondag. Mensen, delen jullie deze live? Niet vanwege sensatie. Maar we hebben hulp nodig. Die meneer die kan zo niet blijven. Een jongen van 10 die voor hem zorgt, dat kan absoluut niet. Nou ja, het kan, want hij doet het. Maar dat is niet de bedoeling. Ik probeer ook mijn emoties in bedwang te houden, maar... kon ik ze maar meenemen. Wegwezen hierop. Binnen zat morgen mensen. Uit huisplaatsing 1. Meneer moet een opname worden genomen waar hij verzorgd kan worden. En dat kinderen zo blijven leven, dat kan echt niet. Dus. Waar ga je naartoe? Hangen. En ik ben... Jongen op een brommer met zo'n grote box. Uithuisplaatsing, eerste oplossing, crisisopvang. Daarom blijf ik elke keer zeggen, make them worry of me. Crisisopvang voor ouderen, crisisopvang voor kinderen. Die mevrouw gebracht naar Tanja overigens. Ga jullie laten vertellen dat ze aan het pakken. Die mag jullie oplossing hebben. Let me know. Ik heb het op dit moment niet helaas. Dit zijn zijn broeken? Ja, dus ik kan even rusten. Ja, hoeveel broeken heeft hij nu?
Hij genoeg, maar hij moet ze gaan sorteren. Hij gooit alles hier en daar. Maar hij is 10 jaar. Wat kan hij gaan sorteren? Hij is 10. Mensen, van moeder hoort voor hem te sorteren. De grote belasting voor de kleine mensen. Kijk daar. Hoe dat ding gevaarlijk. Je moet wat is er voor je ding? Hele broek. Dat moet nog gekocht worden. Dat moet nog gekocht worden? Ja. Blijft u vanavond thuis? Mopo Luki? Mopo Luki Tamara Gideauzo. Oké, dus nu moet je ook nog gymkleren halen, hoor ik. Ja. Gele t-shirt en een gele korte broek. Lekker palanina ofzo? Nee, we kunnen gewoon met de Chinese. Hé, blijf daar rustig staan, meneer. Dat ben ik grap. Wat doe je daar, kom? Ik ga al die bakken eten. Ja, hij moet fruit eten, hij is in de groei. Maar Alesi sardine, mevrouw, 2 abruine bonen. Dat je boor en zonder met die, maar je hebt abruine bonen. Als het zesje wordt gebracht, dan is het zo. Waarom niet? Welk met een paar. Oké, ik ga eruit. Ik ga even nogmaals deze dame uit Lelydorp. Super bedankt, super. Ik ben trots op je jonge vrouw, echt waar. Ik kom zo bij jou. Oké, de man is moe van zijn werk, slaapt in de auto, rijdt helemaal van het Lelydorp. Ik ga ook weg, want de wind, het wordt donker. Ik ben niet zo'n held in donker rijden, smalle wegen. Er moet iets gebeuren, dat is duidelijk. Dat we in Suriname een probleem hebben op het sociaal vlak is duidelijk. We weten dat het IMF ook gezegd heeft. We zijn niet tevreden met jullie beleid. We weten dat er eigenlijk bijna nooit is geïnvesteerd in zaken. En, oh my god, where to begin, where to begin. Maar we hebben... Ik ga eruit. Dank jullie wel. En alsjeblieft, willen deze live zoveel mogelijk delen. Er is hulp nodig. Geen eten, geen drinken. Van. Yes, dank jullie wel. Later. Ik kom later even terug met een update van de mevrouw die door haar zoon werd geslagen. Daar heb ik ook een update over. Maar dat wil ik even gescheiden houden, want lopen dingen door elkaar. Dus tot straks. Thank you, thank you, thank you. Bidden jullie voor mij.